Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Clash Royale. Ik ben terug met Clash Royale en deze keer speel ik op mijn gsm, want Clash Royale op mijn computer werkt niet meer. Maar we zitten nu op Clash Royale op mijn gsm. En als je ziet, dan zit ik al wat verder dan op mijn computer. Dan zit ik in Arena 10. En ik heb exact ondertussen al 3000 trofeeën, zie ik dus. En ik zie dat er vanaf vandaag een goudkoers is. En dit is mijn deck. Ik vind dat echt een goed deck. Ik ben blij met mijn legendary kaarten. En dit is de shop. En de struikrover zit in de shop. Ik heb daar genoeg geld voor. Maar ik doe dat niet. Ik wil niet weten dat er een andere legendary kaart komt. Maar die struikrover ga ik dus even niet kopen. Ik heb liever dat er een andere legendary kaart komt in de shop. En dat is dus de Inferno Draak. En die heb ik nog niet. Spijtig genoeg. Ik vind dat een leuke legendary kaart. Maar dit zijn nog de andere legendary kaarten die ik heb. En wat we nu gaan doen. Oh, ik heb hem eens gezegd. Dan moet ik hem eventjes in de priest steken. Zeg van, zit in de priest. En wat we gaan doen. Sorry. We gaan natuurlijk een paar potjes spelen van Clash Royale. Oh, sorry. Dat was even verkeerd. En dit is dus de arena waar ik zit. En hoeveel moet ik? 3400 trofeeën voor Arena 11. Dat is nu gewoon mijn doel. Om Arena 11 te halen. En dat gaan we nu doen. Let's go. Clash Royale spelen. Ik speel dus tegen een Chinees ofzo. Of Japans, ik weet niet veel. Oké, hier begin ik dus mee. Dus met waar zou ik eigenlijk beginnen eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, die beginnen al met een Rus. Ik ga beginnen met mijn gunstelingen en ik ga mijn koninklijke spook daarbij zetten en die kan zijn van. Zien, hè? Ja, dus er is al een tovenaar gezet. Nee. Kom maar, ja. Slagen, kom heen. Nee, die Rus gaat Patrick moet verdedigen. En, vergeet dat berichtje. Kom aan. Ja, allee. Even mijn prins, die zal het wel moeten oplossen. Even de koninklijke spook pakken. En de tovenaar, hoppakee. Zo, je zult wel meer video's van Clash Royale terugzien. Waarbij ik er nu mee verder kan. Dat is lang geleden dat ik Clash Royale heb geüpload. En ja! Mooi zo. 1-0 voor mij. Goed zo, houthakker. Goed zo. Echt een van de beste legendaries die ik al tot nu toe heb. Die ik heb. En niet van alle legendaries. Hè. Maar ik denk dat houthakker wel best een hele goede legendary kaart is. Dus ik ben wel blij dat ik die houthakker gewoon heb. Dus let's go. Oh, ik kan Bolleton gewoon mijn skelettenleger even zetten. Er is een skelet. Ja, deze komt bijna tot. Oké, nu is het veld weer leeg. Ik ben dan even aan het wachten. Mijn elixir moet natuurlijk lagen. Ik ga denk ik met prins en orde gunstelingen doen, denk ik. Dus ja. Met prins en orde gunstelingen doe ik al altijd een goede aanval. Daar vind ik altijd een goede aanval om te doen. Voilà, eerst met prins. En hoppakee. Oh, gunstelingen. Mooi zo. Goed. Rus. Hoppakee. Dat gaat niet lukken nog. Ik ga gewoon mijn koninklijke spook erop afvuren. Hoeveel minuten wil ik? 50 seconden. Ik heb nog 50 seconden om het zo vol te houden. Oh nee, ik kan wel dan even pijlen gebruiken. Dit gaat denk ik een winnetje worden. Oh nee. Dat is foute boel. 30 seconden, kom aan, ik moet er zo. Nee. Ja, nu gaat het proberen voor mijn kleine toren te gaan. Het is al bijna heel gevecht eigenlijk al over 10 seconden. Nu is het voor de sudden death. Dus ik zal wel meestal nu al proberen moeten verdedigen, maar ik moet ook proberen een toren te pakken te krijgen. 1 minuut sudden death. 1 minuut. Oh nee, kom op, snel zijn, dan pak ik kaboltjes aan. Mooi. Die toren heb ik bijna. Nee! Oh. Allee. Potje verloren. Dan zak ik natuurlijk. Ik had 3000 trofeeën, dus ik zak naar beneden. 3000 trofeeën heb je nooit gered in het team, maar ik zak dat dan niet direct. Maar als je een beetje meer naar beneden zakt, ja, dan heb je wel. Ik ga ook Battlelands Royale ga ik ook
video's van over maken. Ik ga dat zelfs eens streamen. Maar dat zal dan zonder webcam zijn. Ja. Zo, hè. Goed, ik ga al beginnen met prijzen voor de gunstelingen, zie ik aan. Dus dat is nice. Dus ik ga wel, oké, die heeft daar skeletjes gezet. Maar ja, die heeft daar een heks gezet. Ik had die heks even niet gezien. Mooi dan, dan gaan we nu mijn aanval inzetten. Dit wordt mooi. Totdat de ijstovenaar kwam. Wacht, 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 wacht. Dit kan hem nog worden. Dit kan hem nog worden. Dit kan hem nog worden. Ja, voilà. Zo moeilijk is het niet. Deze is gewoon een perfecte aanval. Als het niet gestoord wordt, dan is het natuurlijk helemaal perfect. De prins die moet eigenlijk de aanval zelf doen. En die horde ginseling, dat is eigenlijk een soort verdediging eigenlijk. Maar die kunnen ook seks mee aanvallen. Mooi dan, even mijn pijlen. Dat is ook al geregeld. En die gast gebruikt serieus een barbar toen. Goed, het is 1-0 voor mij. 1-0 voor mij. Voor mijn elektrotoverneur. Dat was niet goed gemikt. Niet goed gemikt, mijn elektrotoverneur. Spijtig genoeg. Is een goede fight bij Anne, die heeft al op bootjes geplaatst. Ja, hoor, geen zin in dan, hè? Zo kan ik het nog wel doen, hè? Ja, ja. Jongen, en mijn tovenaar, dat zou ook wel moeten lukken. Hoppa, game. Oeh, ja, wat? Hij mikte op mij. Die tovenaar die mikte op mijn tovenaar. En toch blaast hij mijn toren op. Nee. Zo gaan we het niet doen, hè, kameraad. Het is nu 1-1. Zo gaan we het niet doen, hè. Oké. Puntje gaat erop af. Ja, laat maar. Allee. Hop. Allee, het is nog 1 minuutje. Ik zal die andere toren te pakken krijgen. Kom aan, mijn houttrekker. Goed bezig. Die is goed bezig. Ik ga gewoon proberen voor die kleine toren te pakken. Maar ik moet ook al zitten verdedigen. Ja, ik ga gewoon mijn prins zetten verlassen. Prins, ga erop af. Kom aan, prins. Je kunt het. Blaas die toren op. Over Barton. Zie die, Barton helpt niet. Hopelijk heb ik hem af. Ja. Dit wordt hem. Oh, je moet gisteren snel. Ik ben er bijna. Ik moet dit potje winnen. Dan ben ik al terug. Je moet 3000 trofeeën omhalen. Houd ik er lopen. Vermoord die tovenaar. Olé, kom aan. 10. Het is al bijna sudden death. Wacht, Electro is het. Ja, dit wordt hem nog. Ja, ik heb hem nog. Ja, dit is gewonnen. Dit is gewonnen, sowieso. Voilà, se. Zo speelt je Clash Royale. Voilà, se. Ik heb wel lekker gewonnen met 2 kronen, een beetje trofee erbij en een zilveren kist. Ja, die ga ik direct laten ontwikkelen. Ja, binnen 3 uur kan ik hem openmaken. Ja, nog een potje, hè. We gaan nog een potje spelen. Dat is het laatste potje, denk ik, dat ik ga doen. Het laatste potje. Van deze video. Goed. Met wat begin ik? Ja, qua. Misschien heb ik het over. Maar ik denk ik al prins en horde gunstelingen doen. Want mijn prins is de volgende kaart. Is gewoon de gunstelingen. Voilà. En mijn prinsje erbij. Ruskelet is toch al daar gezet. Maar hij moet ik eerst een beetje wel goed verdedigen. Want de Ruskelet. Ja. Ik snap waarom die episch is. Maar oeh, hier. Die toren gaat nog wel lukken. Gaat die toren nog lukken? Die toren gaat gewoon lukken hier. Dan staat het nu met die rustskelet. Oh, en ja, zeker. Ik heb die toren. Ik heb gewoon die toren op de bom geplaatst. En, hoeveel damage deed die bom? Nu snap ik dat die rustskelet echt episch is. What the hell? Zoveel damage doet die bom van een rustskelet. Dat is toch meer dan die ballon. Jesus. Onverwacht. Echt onverwacht gewoon. Goed. Ja, moet ik nu doen? Ah, ja, die skeletonton, dat is makkelijk te verslaan. Zeker als je gewoon een instelling hebt. Voilà, oké, pomp maken. Oh, nog vleermuisjes erbij. Die zijn ook afgemaakt. Ik kan mijn houttrekker erbij zetten. Ik ga nog proberen voor die tweede kleine toren op te blazen. Dat gaat precies wel lukken, hoor. Dat gaat precies wel lukken. Dit is hem gewoon, dit is hem. Ja, voilà, ze. 2-0, jong. Ik ga deze winnen gewoon. Ik voel het laatste potje denk ik ook nog een billetje worden zijn.
Dat wordt hem inderdaad. Vleermuisjes, wow, daar ga ik niks tegen doen. Vleermuisjes, dan maak ik niet even zwaar met die toren. Eens zien, hè. Hop. Voilà. Voilà. Klaas en heer, allemaal een skelettentonneke. Ik zal mijn toon van nou wel even zetten, hè. Hop. Hop. En voilà. Pijlen van een skelettenleger. Voilà. Alles ziet gewoon goed. Ik ga dit spotje winnen. Nog 45 seconden. Dit gaat gewoon lukken. Dit gaat gewoon echt lukken. Hup, 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 hup. Ja. Wow, wat is dat hier allemaal? Man. Misschien kan ik nog proberen die grote toren te pakken te krijgen. Ja, dit is al een goede aanval. Oh, die skeletten. Pijlen. Oeh. Ja. Oh, dit is goed. Dit is wel een goede aanval. Ah, nee, dat wordt allemaal verstoord. Even nog een tovenaar erbij. Valasse. Lekker. Ik ga die grote toren. Ah, nee. Ik kan misschien die grote toren nog krijgen. Ah, nee, skeletten liggen. Nee, ja, mijn aanval is verpest. Even mijn gunstelingen nog. En ik heb tovenaar nog. Ah, ja, maar ik heb ze sowieso gewonnen. Ja, sowieso gewonnen. Voilà. Gevecht voorbij. 2 kronen erbij. En ja, dat was het einde van deze video. Laat ons zeggen wat een like achter hier beneden. En vergeet zeker niet te abonneren. Ik ga nog meer video's terug van Clash Royale maken. En Battlelines komt ook nog terug. En ik ga nog een 1-1 peace out met Jochen. En tot de volgende video. Ciao.